Ik ben Stan Rozen, ik ben 22 jaar en ik kom uit Netersom. Wij hebben thuis twee zeugenbedrijven en twee aangekoppelde biggenlocaties. We hebben één zeugenlocatie in Netersom en eentje in Zeeland, een dorpje bij Uden. En de biggenlocaties bevinden zich in Ospel en Sint-Oedenrode. En momenteel rond ik de opleiding bedrijfskunde en agri-food business in Venlo af op de HAS. En ja, dat is nu de laatste dagen, dus aankomende zomer aan de gang op het zeugenbedrijf in Netersom. Dan zeg ik minder zeugen met grote tomen. Massa is niet alles. En ik vind het mooiste en de uitdaging erin zit om helemaal te optimaliseren. En ja, als dat dan met een klein bedrijf zou zijn, zou ik het ook niet erg vinden. Tegenwoordig is het dat je de omvang ook wel een beetje moet hebben om mee te kunnen in de markt. En voor je afzet, dat maakt het veel makkelijker. Maar ik zie de uitdaging vooral echt in het resultaat. En dan gaat het mij om meer per zeug dan het aantal zeugen. Dan zeg ik toch Duroc, zeker als zeugenhouwer, maar in een totaalconcept ook. Duroc heeft een goede groei en in de kraamstal is hij erg totaal, hij is sterk aan het uier. Dus je kunt er goed mee werken en het zorgt voor een lager uitval. Vind ik een lastige. Ja, ik zou beide wel doen, want milieu is gewoon belangrijk. Daar komen we ook niet onderuit en dat willen we denk ik zelf ook wel, dat we duurzamer kunnen produceren. In Nederland produceren we al heel duurzaam en het is mooier om daarin voorop te kunnen blijven lopen ten opzichte van andere landen. Alleen misschien moeten we wel dat als sector meer uitdragen, zodat het ook zichtbaar wordt. Dat is momenteel nog niet. Ja, en dierenwelzijn, als dat op orde is en het wordt beter, dan wordt je resultaat ook beter. Als die dieren naar zijn zin heeft, dan levert hij ook de prestatie. Dus dat is ook gewoon belangrijk om op te focussen. Sowieso om te blijven varkenshouden in Nederland en dat op een wel duurzame en diervriendelijkere manier. Ik zie ook wel veel in de nieuwe vrije uitloopkraamstal, want die biedt zowel op dierenwelzijn als technische resultaten voordelen. Ja, dat zijn natuurlijk mooie investeringen. En verder denk ik dat het ook nog wel mooi zou zijn om in de toekomst gesloten te kunnen worden. Daar zijn we momenteel niet thuis. En ik denk dat dan wel, dan heb je alle aspecten in eigen hand, dus dan kun je ook je marge naar je toe trekken. En nu ben je ooit afhankelijk van de markt. Ik ben Gijs van Noord, ik ben 23 jaar, ik woon in Biesthoutakker en wij hebben een zeugen- en vleesvlaksbedrijf in Moergestel waar wij werken met de Damret Zeug en de Damret Duroc. Duroc, wij werken nu sinds kort met de Duroc, maar die is veel vitaler, vooral de eerste dag, veel makkelijker naar het uier. Wij hebben er gewoon veel minder werk mee. Voorheen gingen we s'avonds ook nog wel eens terug tijdens de geboortes. Alleen dat doen we eigenlijk ook bijna niet meer, omdat er gewoon niemand nodig is. Die is gewoon veel sterker dan op die trein. Investeren in dierenwelzijn. We hebben de laatste jaren al zoveel geïnvesteerd in het milieu, dat ik denk dat dat gewoon helemaal klopt. En dat dierenwelzijn, dat is dan de volgende optie om in te investeren. Gewoon gangbaar. Zelf zitten we daar al zo lang in en ik denk de biologische of zo, dat is gewoon een niche-markt. En dat is voor een klein gedeelte is dat wel goed, maar het grote groep wil toch gewoon, moet gewoon gangbaar zijn. Dat is ook beter voor het milieu, denk ik. Mijn droom, dat is een hele goeie. Dat wij eigenlijk gewoon mooi zo door kunnen blijven werken met mooie resultaten en hebben we gewoon een mooie boterham over kunnen houden. Zodat we ook daarna nog kunnen leven gewoon.